We hebben al Scorbunnies gezien, Ninjasks, Lycanrocks, Mandibussies. Is dit een boss battle? Is dit wat ik denk dat dit... Oh snap, het is een of andere gigantische Kingler. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En ik ben wel eens benieuwd of jullie het ook leuk vinden als ik een andere game speel dan Animal Crossing of Pokémon. Want ik heb namelijk de game Trials of Mana gekregen van Square Enix om aan jullie te laten zien. En er zitten heel veel van die schattige wezentjes in deze game. Heel veel van die leuke poppetjes die eigenlijk best wel lijken op Pokémon. Dus dat is best wel leuk. Volgens mij kunnen we ze niet vangen. We moeten tegen ze battelen. Maar ik heb er best wel veel zin in om deze game even te gaan spelen voor jullie. En ik hoop dat jullie dit natuurlijk super tof vinden. Dus als je dit leuk vindt, abonneer even en doe even dat duimpje omhoog. Er zouden kleine spoilertjes in kunnen zitten. Want ik laat zoals je nu ziet ook gewoon de cutscene zien. En ja, het gaat allemaal over de wereld in Trials of Mana. En mana is een soort volgens mij van magische materie en magische kracht. En nou ja, hoe minder mana er is, hoe slechter het gaat met de wereld volgens mij, als ik het goed heb. Dit is de intro. Dit is een gigantische boom, jongens. Dit is echt een mooi boompje, hoor, dit. So, they started a terrible war to further their plot and destabilize the kingdoms. Ja, oftewel, er is een vijand gaande die het niet zo leuk vindt dat de wereld zo mooi is. En de vrede is tot een einde gekomen in de wereld van Trials of Mana. Dit ziet er wel mooi uit, man. Dit ziet er echt vet uit. Mana itself began to disappear from the world and the mana tree to wither. Kijk, dit is dus de mana tree inderdaad. En er is allemaal minder mana gekomen in de wereld. Ja, en dan gaat het niet zo goed. Ja, volgens mij zien we hier zo dat het een beetje aan het aftakelen. Oké, duidelijk. Ja, nee, dit ziet er niet goed uit. Als de wereld paars wordt, dan gaat het niet goed komen met de wereld. Maar er zijn natuurlijk magische lichtbolletjes die de wereld gaan redden. Wie zijn dit? Ik ben wel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wie dit zijn of wat dit zijn. Oké, ik weet niet waar de rest is. Ik zie nog maar één. Ik zie nog maar één lichtbol. Waar zijn de andere lichtbolletjes? En waar ga je naartoe dan? Waar ga je helemaal naartoe? Is het een vallende ster? Het is Trials of Mana. En deze serie is al best wel oud. En ik ben ook al best wel oud. En ik heb deze games vroeger op de Super Nintendo gespeeld. De Secret of Mana game heb ik daar gespeeld. En ik vind het echt vet dat er nu weer een nieuwe game is in deze serie. Om te beginnen mogen we 3 personages kiezen die we gaan gebruiken in de game. Wow, yo, zij lijkt wel een beetje op Zelda. Ik wil Reese als hoofdpersonage. Ja, deze gast met een zwaard ziet er ook goed uit. Duren! Yo, en als tweede mag Kevin ook nog mee. Die ziet er ook wel dope uit. Welcome team! Yo, daar gaan we. Dit is Reese, Princess of Laurent. Nice. Ah, ze is de kapitein van de Amazon Guard. Wow, dit is cool. Zij is echt cool. Ik vind haar nu al echt een tof character. Let's go! We gaan monsters slachten. Hoppakee. Lekker. En ontwijk. En ontwijk. En ontwijk. En pakken. Oh, mis. Nog een keer. Pakken. Auw! Hoppa, nice. Oké, let's go, let's go, let's go. Bam, zo doen we dit. Lekker hoor. Oh, dan hebben we ook nog een speciale aanval. Oh, nice. Whirlwind Spear. Bam. Lekker. Oké, doei vogel. Oké, welke Pokémon was dit? Op welke Pokémon leek deze vogel? Was het een beetje een Vullaby of een Mandibus? Het was een beetje een Mandibus, deze vogel. Oeh, we zijn nou bij het kasteel van Reese. En we moeten de broer van Reese gaan zoeken. Eens even vragen of iemand weet waar die broer uithangt. Niemand van de guards heeft Prins Elliot gezien. Oh, lekker dan. Kan ik gewoon door de poort? Kan ik hier niet doorheen? Nee. Oh nee, we moeten gewoon het kasteel in natuurlijk. We moeten niet meer gelijk naar buiten. We gaan eerst even kijken of hij misschien toch niet ergens in het kasteel is. Yo, weet jij het? Ah, dit is mijn vader. Yo, man. Hij is blind. Ze vragen aan de blinde man of hij mijn broer heeft gezien. Nice. Oh, maar hij kon wel aanvoelen waar mijn broer is. Dat is nice. Nu zien we de backstory van mijn broertje Elliot. Oh, mijn moeder is overleden. Nee, man. Mijn broertje heeft mijn moeder nooit gekend. Oh, dat is echt naar. Oh, ja, en Reese, die heeft de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van de broertje op te genomen. En dit is natuurlijk Reese. En nu gaan we op zoek naar het broertje. Ah, kijk daar. Oh, nee, niet. Bill en Ben? Wel, wel. Oh, wacht even. Jullie zien paars, jongens. Paars is nooit goed. Het broertje gaat er niet naartoe. Paars is niet oké. Kijk, zie je? Ik zei het toch. Elliot, wegwezen, vriend. Wegwezen. Nee. Nee. Oh, nee, dat gaat helemaal fout.
Dit gaat helemaal fout. Ja, ik heb dus Reese als mijn hoofdpersonage gekozen in deze game. En nou is het natuurlijk zo dat als je een ander personage kiest als hoofdpersonage in de game, dat je dan ook een heel ander verhaal krijgt. Dus dit is maar één van de 6 beginverhalen. Dus volgens mij kan je deze game 6 keer uitspelen. En dan heb je 6 keer een ander verhaal. Dat vind ik altijd super nice. Maar goed, waar is mijn broertje nou? Zou die in dit kistje zitten? Nee, hij zit niet in het kistje. Ja, we moeten naar de ondergrondse passage. Ja, nu weten we waar we naartoe moeten. We hebben het door. Let's go, let's go, let's go. Deze kant op. Snel! Daar is hij! Daar, nee, nee. Pas nou op, Elliot. Bill en Ben ook echt. Wie verzint die namen, jongens? Bill en Ben. Oh, nee. Ben. Nee, Bill, niet doen. Elliot heeft de sleutel. De sleutel om de wind te controleren. En dat doet hij bij dat apparaatje wat achter hem staat. Oh man, Elliot gelooft dus dat mijn moeder terug kan komen met dit ding. Nee! Doe het niet, Elliot. Nee! Oh nee. Luister nou niet naar Billy en Ben. Kom op, man. Kom op. Dit gaat fout. Oh man, het kasteel is nu niet meer beschermd. En Bill en Ben willen het kasteel gaan stelen. Hoe ga je het kasteel stelen, vriend? Reese, nee. Reese, nee. Oh. Oh, nee. Nee. Oh. Ze nemen Elliot mee. En nu gaan ze doen alsof ik ben weggerend en mijn broertje in de steek heb gelaten. Als dit je trouwens een toffe game lijkt, er staat gewoon een gratis demo in de e-shop. Je kan hem gewoon downloaden, zodat je hem zelf kan proberen. En omdat de wind nu dus het kasteel niet meer beschermt, is iedereen in slaap gevallen. En staan hier zo eventjes deze assassinos. Assassinos, pak hem. Pak hem. Pak hem. Hoppatapat. Bam, lekker. Goed gedaan. You can do it. Ja hoor, hoppakee. We moeten snel naar mijn vader. Waar is mijn vader? Deze assassinos die zijn poep, jongen. Ze lijken een beetje op Pawnyard, deze assassinos. Alleen Pawnyard is sterker. Waar is mijn vader? Nee. Nee, ja. Het gaat helemaal fout. Maar is hij niet gewoon aan het slapen dan? De vijanden hebben Elliot meegenomen. We moeten hem terug zien te vinden. Maar het gaat helemaal niet goed met mijn vader. Oh, man. Oh, serieus? Wauw. Wauw. Oh, Reese, come on. We moeten naar de priester van het licht. Oké, let's go. We gaan op zoek naar de priester van het licht. Je kan het, Reese. Ik heb vertrouwen in je. Op zoek naar de priester. Op zoek naar mijn broertje. We gaan door naar de volgende stad. Denk ik. Ja hoor, pak gewoon de boot. Oké, we zijn aangekomen in een of andere havenstad en we moeten hier zo snel mogelijk weer wegwezen. Want ja, we zijn op zoek naar mijn broertje en niks meer, niks minder. Dus we gaan eens even kijken wat ik hier moet doen bij dit sterretje. Hallo, bartender. Wow. In deze stad leven mensen die gewoon mens zijn gedurende de dag. Maar 's avonds transformeren ze in beesten. Maar als we deze stad willen verlaten, dan moeten we dat het beste 's nachts doen. Want als de beastmen transformeren, dan zijn ze niet zo scherp meer. Dan letten ze niet meer zo goed op. Oké. Oké, laten we even gaan slapen dan tot de nacht. Dat moet alleen ergens anders. Ik kan natuurlijk niet zomaar daar in bed gaan liggen. Dat is een beetje vreemd, hè? Als ik zomaar in iemand anders bed ga liggen. We moeten hier gaan slapen. Dit is namelijk de herberg. Wow, 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 wow. Wat doe jij voor dansje? Gozer. Oké, nice. Het is nacht. Oh, snap. Ja, dit zijn dus de beastmen. Oh, man. Oh, dit ziet er wel cool uit trouwens. Dit zijn gewoon lichen rocks, jongens. Oké, we moeten wegwezen. Weg uit deze stad. Ik moet mijn broertje zoeken. What? Check deze rabbits. Rabbit en mushrooms. Dat was gewoon Among Us. Zo, die Pokémon heb ik lang niet meer gezien. Among Us, man. Oh, wow, 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 wow. Wow, nog meer lichen rocks. Nog meer lichen rocks. Een andere vorm lichen rock. Hoppa, lekker, lekker. Oké. Ze hebben me eigenlijk helemaal niks misdaan, maar toch ben ik ze aan het slopen. Arme beestjes. Even kijken welke beesten we nog meer tegen gaan komen. Wat zijn dit? Kijk hier. Dit zijn die rabbites. Scorbunny. Oh man. Waarom moeten jullie me aanvallen? Ik vind jullie best wel aardig. Ik wil jullie helemaal niet aanvallen. Oké, go, 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 go. Wat is dit nou weer? Wat zijn dit? Zijn dit ninjadas? Ninjadas. Ninjasks. Pak hem. Nice. Hoppa. Oké. Kom maar, kom maar. We hebben al Scorbunnies gezien. Ninjasks. Lycanrocks. Mandibussies. Kom maar. Ik pak jullie allemaal. Hoppakee. Bam. Kijk, top. Lekker dit. Lekker. Nice. Nice. Oké. Volgens mij moet ik hier naartoe. Is hier de priester van het licht, jongens? Achter de waterval langs. Net als in Zelda. Oh, snap. Oké, wat gebeurt hier? Oh, we kunnen er niet in. We moeten iemand vinden die daar naar binnen kan. Iemand die magische kracht heeft om daar naar binnen te gaan. En daarvoor moeten we deze kant op. Ik vind het tot nu toe wel een lekker spelletje, hoor. Ik vind het wel leuk om te spelen. Cool.
Ziet er ook hartstikke geinig uit. Oké, we gaan er even een nachtje over slapen, jongens. En eens even... Oh, kijk! Deze lichtbolletjes zagen we in het begin. Oké. Interessant. Ik denk dat we toch even naar buiten moeten. Volgens mij had die jongen toch gelijk met dat vreemde licht over het meer. Kijk, daar gaat het. Let's go. We gaan even terug. Ja, daar is die. Lichtbal, waar ga je naartoe? Yo, niet zo snel, lichtbal. Kom op. Kom eens even dichter bij me in de buurt. Is daar misschien een magier die me kan helpen met die barrière? Hallo? Huh? Wat is dit? Yo, dit is gewoon een kleine fairy of zo. Wat? Ze heeft geen andere optie, dus ze gaat iets met mij doen. Wat ga je doen met mij dan? Oh, nog niet. Het gaat nog niet gebeuren. Maar we moeten inderdaad naar de priester van het licht samen. Oh, snap. Oké, daar ging wat fout. Dat was een big boom. Oké, kom maar. We hebben nu een of andere speciale kracht gekregen. Oh, ik heb een inner voice. Een stem. Die me begeleidt. Oh, snap. Oké, we zijn terug in de stad. Er is hier echt iets compleet fout gegaan. Alle huizen zijn kapot. Net als mijn eigen stad. Net als mijn eigen kasteel. Potverdorie, man. En het veetje denkt dat het werk van de Beastman is. We moeten nu echt naar de priester van het licht. Geen tijd te verliezen. Let's go. Hey, en daar is die guy die we hebben gekozen om met ons mee te reizen. Nice. Dit is dus Duran, een soldaat van Valsena. Oh, hij heeft ook een kasteel. Nice. Oh man, zijn kasteel is ook overvallen. Je kan er dus voor kiezen om dit zelf te spelen. Of je kan om een flashback vragen. En ik heb nu om een flashback gevraagd. Hij is dus overvallen door een tovenaar. En hij wil die tovenaar ook terugpakken. Het is een beetje hetzelfde als wat wij willen. Alleen wij zijn met name op zoek naar ons broertje. En Duran komt gezellig mee. En het veetje gaat ons even helpen om die barrier weg te halen. Nice hoor. Hoppakee. Lekker. We zijn in Cascade Cavern. Kijk deze wezentjes dan. Kijk ze chillen. Ze zijn toch ook cool, kom op. Oh, Zubats. Ja hoor, Zubats. Ah! Kijk, nu zijn we gewoon samen. Nice hoor. Laten we even een paar Zubats pakken. Hey, ga je nog helpen? Ja, oké, hij gaat helpen. Nice. Ik dacht even dat hij gewoon ging chillen. Maar oké, hij gaat me toch nog helpen. Even kistje openmaken. Er zitten weer wat snoepjes in. Met die snoepjes kan je jezelf trouwens healen. Dus als je bijna kapot bent, dan gebruik je gewoon wat snoepjes. En dan ben je weer vol. En bij deze gouden beelden kunnen we saven. Dus dat gaan we ook maar gelijk doen. Dus even kijken waar we nu uitkomen hoor. Oh, wat? Wie is dit? Little girl. Dit is Charlotte. Ze vindt zichzelf heel erg knap. Maar wat doe je hier, Charlotte? Oh, Charlotte heet ze. Charlotte. Oh, snap. Deze ziet er wel echt evil uit. Dat is geen leuk monstertje. En dat monster heeft volgens mij die priester meegenomen, zoals ik het net zag. En nu is zij verdwaald en moeten we haar zien te helpen. Oh, de priester van het licht is opa. Dat is niet die gozer die zij zo aardig vindt. Oké. Wat? Gaat ze er gewoon vandoor? Zij kent de weg. Zij heeft onze hulp niet nodig, zegt ze. Wauw, maar wij hebben haar hulp wel nodig. Ze rent gewoon weg. Oh, kijk, nice. Oké, top. We zijn uit de grot. Lekker. Yo, is dit weer een nieuw kasteel? Heeft iedereen een kasteel in deze game? Dit is de Holy City of Wendell. En dat is inderdaad waar dat kleine meisje vandaan kwam. En hier zal inderdaad de priester van het licht moeten zijn. En die zal vast in dit kasteel zijn. Super dope, jongen, al die kastelen. Oké, let's enter. Het kasteel van de priester van het licht. Bent u de priester van het licht, meneer? U ziet er sowieso uit als een priester. Ja, kijk. We hebben de hulp van de goden van de mana nodig om onze stad weer terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. En Duran wil gewoon alleen maar sterker worden. Maar de priester van het licht zegt, nee, dat gaat ook nog niet. We moeten mana-stenen gaan vinden. Duran is wel een beetje ongeduldig. Hij zegt, wie heeft daar nou tijd voor, man? Hey, en daar is de fairy. En zij zegt inderdaad, ja, de kracht van de boom van mana wordt ook steeds zwakker. En wij zijn verkozen door de feeën en wij kunnen de zwaard van het mana terughalen omdat wij verkozen zijn. Oh, en die feetjes, die kiezen dus allemaal een lichaam om te hosten. En die hebben dan speciale krachten. En die lichten, die veetjes, die zagen we dus in de intro van de game. En als we het zwaard van mana hebben, kunnen we de vrede herstellen in mijn eigen stad. Het zwaard is dus hier in de mana boom. Een beetje net als in de Deku Tree in Zelda. Het heeft wel wat trekjes van Zelda ook. En we moeten nu dus de 8 mana stenen gaan vinden die verstopt zijn in de wereld. En dan kunnen we naar de Sanctuary of Mana. En we moeten nu terug naar de grot waar we vandaan kwamen, want daar ligt de allereerste mana steen. Hey! Ben je er weer? Ja, nu wil je wel opeens mee. En ze wil meekomen omdat ze Heat wil vinden. Dat is degene die ze kwijt is. Ja, en nu is ze boos omdat ze niet mee mag. Wij zeggen tegen haar van, ja, je bent nog jong. En je opa is bezorgd, dus wij gaan Heat wel voor je vinden. Yo, wat zijn dit opeens? Zombies? Pak ze! Er zijn geen zombies in Pokémon. Ik weet niet welke Pokémon dit zouden moeten zijn, maar hey. We pakken ze gewoon, jongen. Hoppakee. Baba zombie. Misschien leken ze een beetje op Sock en Throw. Daar vond ik ze wel wat weg van hebben.
Oké. Wat is dit? Is dit een boss battle? Is dit wat ik denk dat dit... Oh snap! Het is een of andere gigantische Kingler! No way! Hij heeft de kleuren van Dreadnought. Full Metal Hugger heet hij. Kijk uit, vriend. Kijk uit. Lekker. Oké. Go. Pak hem. We gaan hem pakken, vriend. We gaan hem pakken. Dit gaat goed komen. Ik kan even mijn super attack doen. Hoppakee. Whirlwind Spear. Nice. Okay, dit gaat helemaal goed. Dit gaat top. Pak die Kingler. Pak hem. We moeten gewoon niet in de beam staan. Dan lijkt het wel goed te komen. Hij heeft ook maar één oog. Is hij een oog kwijt of zo? Ren. Hij wil me targeten. Dat mag niet. Wat als ik op zijn hoofd sla? Oh, op zijn hoofd doet meer damage. Dat is op zich wel logisch. Want anders dan slaan we gewoon op zijn panzer. En nu slaan we op zijn oog. Dus oké. Go. Heel goed. Hij mist. Dit gaat top. Oh, kijk. Hij is paralyzed. Nu kunnen we misschien finishen. Ik ga mijn super aanval doen. Whirlwind Spear. Ja hoor. Ja hoor, Krabby is weg. Baba Krabby. Of Kingler. Of whatever. Nice. Super dope. Ah, dit was een lekker battletje hoor. Boom. En wat zit Reese? Reese ziet iets. Is dit een mana steen? Dit is Lumina. Hij zat vast in de buik van die Kingler. Fairy vraagt, waar is de Lightstone? En Lumina zegt, het is hier vlakbij, maar je kan er niet zo makkelijk bij. We moeten de rest van de elementals zien te vinden. En dan maken zij de portal open en dan kunnen we richting die steen. Okay, let's get out of here. Maar hoe je precies aan die steen gaat komen, dat mogen jullie lekker zelf gaan uitzoeken. Nogmaals, de demo staat gewoon in de e-shop. Die kan je gratis downloaden. Vind je dit nou een leuk gamepie? Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je meer Nintendo Switch games wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. Ik vond het mooi. Ik vond het een vet gamepie. Het ziet er leuk uit. Ik ga het zeker verder spelen. Dus ik ga deze video afsluiten. Doei doei. Mazzel.